Breda Nu. Je weet het meteen. Stichting Met Je Hart is een organisatie die zich inzet om kwetsbare mensen te verbinden. Zij ontvingen een cheque uit handen van burgemeester De Pla. Die hebben meegedaan met de actie Eet Met Je Hart in november en december. En daarmee het geld beschikbaar hebben gesteld om die 67 waardevolle initiatieven het werk mogelijk te maken. Ook hen enorm veel dank. En natuurlijk niet in de laatste plaats Marieke en via jou Marieke, alle vrijwilligers van Eet Met Je Hart enorm danken. Want ik vind het een van de mooie initiatieven waar mensen vrijwillig en zelf bedacht hebben en al zelf 3 jaar lang uitvoering geven, het steeds mooier worden. En wat je terecht zegt, het gaat niet per definitie om meer, meer, meer. Het gaat vooral om beter, beter, beter. En het feit dat je ook steeds nadenkt over stamtafels en ervoor zorgt dat je echt iets van die verbinding maakt. Ik denk dat het senioren en het feit dat er hier al zoveel mensen bij elkaar zitten aangeeft dat het een prachtig initiatief is. Wij zijn er in ieder geval als gemeente Breda apetrots op wat jullie laten zien wat het echt betekent als we zeggen Breda brengt het samen. Dus bedankt en een warm applaus voor jullie. Blijft ongelooflijk. Iedereen doet het gewoon echt uit zijn hart. Het kader van actie Eet Met Je Hart is er door de Breda'se 40 horecaondernemers maar liefst 13.456 euro opgehaald. Ik vind het wel van even terug. En ik heb er volgens mij heel veel stamtafels en heel veel... Dag Alfred, we zijn hier vandaag te gast bij jullie. Jullie hebben Stichting Met Je Hart uitgenodigd, onze ouderen. Om een hele gezellige middag met elkaar door te brengen, want samen is het leven leuker. Kan jij mij aangeven waarom jullie dit vanuit jullie hart voor ons doen? Nou, we zijn een kookclub van 10 mannen eigenlijk, die 1 keer in de maand koken. Allemaal met een goede job en allemaal een bijzonder mooi persoonlijk privéleven. En we hebben toch allemaal een bepaalde maatschappelijke betrokkenheid bij de ouderen. En de een heeft nog wel zijn oma, de ander niet. Maar we vinden het ontzettend leuk om gewoon toch onze betrokkenheid te zien voor deze... Ja, ik wil het eigenlijk geen kwetsbare doelgroep van de samenleving noemen. Maar toch wel, als je nu ziet hoe dat die mensen genieten hier in ons midden... dan doet ons dat iedere keer weer goed om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Dus gewoon een stukje ja, iets extra's doen voor de medemens eigenlijk. Nou, Stichting Met Je Hart organiseert ja, dus structureel waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Zelfstandig wonende kwetsbare ouderen, dus ouderen die nog achter hun eigen voordeur wonen. En om een idee te geven, vorig jaar in 2017 hadden we een soortgelijk bedrag opgehaald, ook rond de 13.000 euro. En daar hebben we nou 67 waardevolle ontmoetingen van kunnen organiseren in 1 jaar. Dus dat is gemiddeld 6 keer per maand. En we hebben al onze 120 ouderen die bij ons bekend zijn, minimaal 10 keer mee kunnen nemen. Dus 10 keer een contactmoment kunnen geven. En nou ja, met dit bedrag en zeker met het hele enthousiaste vrijwilligersteam wat ons ook een warm hart toedraagt en altijd in is om zich in te zetten, gaan we dat zeker ook in 2018 weer kunnen realiseren. Breda Nu. Je weet het meteen.